Yo, welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino, oftewel GameOva. En we gaan vandaag iets nieuws spelen. We gaan vandaag Stray spelen. Wat is Stray? Stray is een... Het gaat over een kat. Een gewonde kat, geloof ik. En die moet een mysterie ontrafelen in een futuristische wereld. Of die kat moet, zeg maar, uit die futuristische wereld ontsnappen. Dat was het, geloof ik. Laten we heel snel naar de intro gaan en gaan beginnen met dit spel, want dit spel schijnt ontzettend goed te zijn. Heel veel kijkplezier. Ach, ik ben zo benieuwd naar dit spel. Het is ontzettend veel verkocht ook, dit spel. Dus het schijnt echt heel goed te zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem ook op de mooiste setting staan voor graphics. Hoger als dit kan niet. Oké, wie zijn wij? Oh, dit zijn wij, denk ik. Dat zijn wij. Nou, het is grafisch wel heel mooi hoor. Oh, we kunnen ook... Dus we hebben vriendjes. Vriendinnetjes. Oké, kan ik weg of... Oh, dit is gewoon een animatie. Wat wel grappig. Het is wel mooi hoor dit. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Wil je hier ook nog mee spelen? Maar ik zie niet dat hij gewond is. Het stond wel in de beschrijving. Een gewonde kat, maar... Of is hij wel gewond? Nee, ik kan het niet zo 1, 2, 3 zien. Wat moet ik doen? Moeten we niet daarheen? Even kijken. Nee, we moeten niet daarheen. Even kijken hoor. Oh, we gaan slapen. Oké. Ik ben benieuwd. Dus het is geloof ik wel een soort van puzzelspel. Of zoiets. Een soort van parcours slash puzzel. Ja, ik vind het altijd leuk om zeg maar spellen te spelen. En dat ik er niet heel veel over van gezien heb of over heb gelezen. Dat je zeg maar gewoon echt die... ja, die eerste experience hebt zeg maar. Ziet er wel mooi uit. Tenminste dit. Even kijken. Nou, daar gaan we. In de muur. Oh, dus het heeft zeg maar bepaalde chapters. Of hoe noem je dat? Bepaalde secties. Hoofdstukken, of hoe je het ook wil noemen. Ja, het is een soort van parkour-achtig spel, denk ik. Oké, daar gaan we. Here we go. Wat gaan we doen? Druk om B om te miauwen.
Oké, dat is wel grappig. Oké. Oké, dus A is springen. Wat is rennen? Oh zo. Oh ja. En nu? Hierheen? Zo, het is zo mooi hoor jongens. Het is mooi gedaan. Ja. Oh, ik kon die niet opeten. Het is wel grappig dat je gewoon overal op kan springen en zo. Houd A vast om sprongen te combineren. Oké. Okay. Oh, kijk, daar komen ze. Hé, hey, die daaronder. Oh, die pakt de andere. Oké. En nu? Wat gaan we nu doen? Hier naar beneden. Gaan we even rennen. Gaan we hier onderdoor. Dat is ook grappig. Houd LT vast om te observeren. Oké, dus je kunt ook... Ja, want het was natuurlijk wel een soort van puzzelspel. Ik neem aan dat je dan hier op moet. Oké, we gaan naar beneden. Hoppatee. Ja, doe maar. 1, 2. Hoppatee. Oh, dat gaat niet goed. Oh, dat gaat niet goed. Oh, dat is wel sneu. Dat is wel zielig. En nu? Oh, wacht. Nu belanden we dus in die futuristische wereld. Ik denk dat dat het is. Net zaten we nog in de normale wereld. En nu gaan we dus naar de wereld waaruit we moeten ontsnappen. En een mysterie moeten ontrafelen. Kijk, dit is wel een hele andere setting. En nu is hij natuurlijk gewond. Volgens mij. Want ik ben net helemaal naar beneden gevallen. Ja. Kijk maar. Ja, dat zijn mijn vriendjes die me daar weer lopen te miauwen. Oh, ik kan helemaal niet meer staan, joh. Nee, dit ging niet goed. Ik ben ook wel benieuwd wat ik nou moet doen om weer te kunnen lopen, want... dit nou allemaal? Als jullie nou denken van nou, ik vind dit hartstikke leuk, laat het dan even in de comments weten, want dan maak ik wat meer afleveringen hiervan. Ik ben sowieso van plan om wel een paar te maken, maar... ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat. Oké, daar zijn we weer. Kom op. Probeer te lopen, maar dat doet hij niet. Oh, nu wel. Oké, ik kan niet rennen. Oh, kijk. Gaat nu iets sneller. Zit je hierin? Ik denk het wel. Oh, kijk dan. Oh, dit is mooi.
Ziet er wel heel mooi uit hoor, dit spel. De dode stad. Zie je, dit is dus die futuristische wereld. Wat hoor ik nou? Wat is dat? Wat was dat? Volgens mij moet ik van de grond af, want ik weet niet wat dat was. Het leek wel een soort van teken of zo. En nu? Moet ik ergens op dat, op die deur of zo? Nee. Ook niet. Even kijken hoor, wat je hier moet doen, want... Ja, hier misschien? Nee, ook niet. Moet dan toch gewoon via hier? Of ben ik nou gek? Ja, hier. Oké, we worden gevolgd door een camera. Waar zijn we in hemelsnaam beland? Wat is dit, joh? Ik zag zo net gewoon weer die beesten. Zie je dat? Gaan ze. Ja, het zijn teken of zoiets. Wat is dit nou? Wat ligt hier? Oh, het is een soort van... Ja, hoe noem je het? Een soort robot of zo? Oké, dus we gaan hierheen. Weer een camera. Dus ze worden sowieso in de gaten gehouden door iemand of iets. Help. Oké. Neem aan dat we hierheen moeten dan. Ja. Oh, dit is wel heel leuk hoor, denk ik. Wat gaat er allemaal gebeuren in dit spel? Follow me, volg me. We moeten hierin, denk ik. Wat is dit? Kan ik hier iets mee? Oké. Moet ik daar iets mee doen of zo? Of... Denk ik wel. Hier zo kan ik niks. Er zijn allemaal emmertjes. Hier zo kan ik niks. Misschien moet ik wel iets doen met die emmertjes, ik weet het niet. Het spel is voor mij totaal vreemd, dus... Sommige mensen die zullen nu zeggen van, oh je moet dit en dit doen, maar... ik weet het niet. Oh kijk, we moeten daarheen. Yes. We moesten dus wel daarheen. Ik zag alleen die aal niet. Oh. Oh, wacht eventjes. We moeten waarschijnlijk die emmer... Moeten we meenemen en daarin gooien, denk ik. Als we die überhaupt omhoog kunnen halen. Ja. Yes. Oké, we zijn weer iets verder. Wat is dit? Oh, daar moet ik niet heen lopen. Oké. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar... Of dat het gewoon iets is wat katten sowieso doen of zo. Oké.
Oh, het beeld hapert wel af en toe. En dat ligt niet aan mijn computer, want ik heb een goede computer. Oké. Okay. Ja. Oh ja. Gaan we naar beneden. En dan zou ik hier toch in moeten kunnen dan? Ja. Ach god, waar zijn we nou beland? Wat is dit nou allemaal? Er wordt wel aangegeven waar ik heen moet, dus... Dat is wat te drinken. Of is dit mijn huis of zo? Ik heb geen idee. Nou, we zien het wel. Ik heb ook nog geen robots gezien die ik in het begin heb zien liggen. Wat moeten we hiermee doen? Oh, wat zit nou ineens dan? Ik heb die beesten ook niet meer gezien, die rare dingen. Oh, daar lopen ze weer. Oké. Okay. Vreemd. Ben nu toch wel heel erg benieuwd wat dat nou zijn. Ja, het zijn tekens. Hé, daar heb je zo'n ding. Wat zijn wij dan? Grappig dit. Wat is hij nou aan het doen? Oké, okay, dus hij bewoog maar heel eventjes en toen was het klaar. Ik denk dat we hierheen moeten dan. Nee. Gaan we wel hierheen? Ja, het is een aparte wereld waar we in zijn beland. Kijk, daar heb je ze weer. Oh, kijk. Gaan we iets verder. Oh, daar heb je er hartstikke veel. Oh, dat vindt hij niet leuk. Nee, dat dacht ik al. Oh, jeetje. We moeten gaan rennen. Ja, het zijn teken. Oh, 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 oh. Nee. Grappig gemaakt, zegt dit. Oh, 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 zit op me. Ga weg. Weg jullie. Hier ook allemaal teken. Weg met die rotbeesten. Oh, 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 oh. Ja, ze willen me echt pakken hoor. Oeh, dat ging net goed. Ja, ze hadden me goed te pakken een paar keer. Follow me. Druk op B om te miauwen. Oh ja, dus ik moet hierheen. Ik ben benieuwd of ik mijn vriendjes ga terugvinden waar ik in het begin mee was. Kijk hoor. Neem aan dat ik hier omhoog moet dan. Oké, okay, dan ben ik weer hier. Dat weet ik natuurlijk niet, want ik wil verder komen. En dan? Oh, wacht. Hierop.
ben wel heel erg benieuwd wat dit nou eigenlijk allemaal is. Waar we nou eigenlijk zijn, want... We zitten in een futuristische wereld. Waar ik word aangevallen door Taken. Waar robots lopen. Het is op zich wel apart. Het is wel raar. Oké. Okay. Ja, hier omhoog. Oké. Even kijken. Hierop. Moet ik hier echt niks doen voor de rest? Nee. Oh, wacht. Misschien moet ik hem rollen. Ik kan hem niet rollen. Maar ik moet daar wel omhoog. Even denken. Heb ik iets over het hoofd gezien hier? Nee. Oh, wacht. Daarin moet ik staan. Oh ja. En dan gaan we. En weer zo'n camera. Oh, oh. En nu? Even kijken. Moet ik hier nou zijn of was ik hier net? Ik was hier volgens mij net. Oh nee, niet. En ik hoor weer een camera. Oh oh. Dat was de bedoeling volgens mij. Oké, hoe komen we hier nu weg? Hierop. Hier zo op. Kan daar niet naar de overkant toe. Nee, dat gaat niet werken. Hier op. Hier. Hier op. Hierin. Oh, ik dacht dat ik daarin kon lopen. Even kijken hoor. Ja. Hier zo op. Even kijken, want... Kan ik daar op vanaf hier? Ja. Nee, dat kan. Misschien moeten we zo. Ook niet. We hebben ook geen kaart of zo, hè? Dus je zit gewoon echt. Is dit het dan? Nee, hier kwamen we vandaan. Toch? Ja, hier ze kwamen vandaan net. Ze moeten daar opkomen, daarboven. Juist, hierheen. Van hier zo naartoe. Kijk, daar zijn we. Hier zo moeten we verder kunnen, volgens mij. Op zo'n raar punt. Oh, hier. Gaan we weer wat hoger en daar viel iets naar beneden. Dus daar kunnen we niet meer terug, denk ik. Oh, hier, kijk.
Waar gaan we nu weer belanden? Wat is dat? Oh, oké. Okay. Dat werkt dus zo. Oh, het is gewoon letterlijk een soort van stopcontact of zo. Oké, we zijn in een nieuwe level. De flat. Kijk, wat is dit dan? Oh, je kunt ook echt dit doen. Grappig. Ja, wat moet je een kat laten doen, weet je? Dat soort dingen. Even kijken. Hulp nodig. Ja, wat ga ik typen dan? Gegevens beschadigd. Lichaam vereist voor download. Ga de deur door. Wat stond er nou? Ga de deur door, schakel in, zoek een lichaam. We moeten dus iets zoeken of zo. Oké, daar gaan we. Oh, maar die deur was net... Oh, hier. Oké, wat moet ik hier doen? Oh, dit is een soort van controlekamer of zoiets. Ik heb geen idee wat ik nu doe, hè? Ik doe maar wat. Wat is dat nou voor iets? Oh, wacht. Moeten we dat niet... Oh ja, we moeten dus die soort stopcontacten moeten we zoeken en ze dan hierin pluggen. Dus dat was er één. Kunnen we hier iets? Ja, hier hebben we er eentje. Iets meer. Nu gaat die aan. Moeten we er nog twee? Hé, hey, daarbovenin ligt er eentje volgens mij. Oh, hoe gaan we daar komen dan? Waar is die andere? Daarbovenin. Ja, die gaat hier. En dan hebben we die nodig, die daar bovenin. Maar hoe gaan we daar komen? Dat gaat niet. Even denken. Toch, die moeten we toch hebben daar bovenin? Misschien op die kruk? Ja, kijk. Oké. Dus deze gaat hierin. Nu zouden we hem dus... Kijk, er gebeurt iets. Oh, er gaat wat open. Wat is dat nou allemaal? Hé, hey, daar hebben we zo'n robot. Maar die ziet er ook niet echt... Nou, hij ziet er beter uit dan die eerste. Valt eraf. Dat is ook niet echt. Dat is ook niet goed. Hé, hey, wat valt daar af? Wat was dat? Wat kunnen we daarmee? Wat is dit? Wat is dat? Het is een soort van. Ik weet niet wat dat is. Moet ik hier iets mee... Wat moet ik hier nou mee dan? Moet ik hier... Moet ik dat hier doen ofzo? Ja, volgens mij wel. Oh ja.
Ja, ik dacht dat ik hem in die robot moest stoppen of zo. Wat is dat? Een soort van chip of zo? Of... Wat is dit, joh? Een soort drone of zo is het? Ja, die kat denkt ook, wat is dit in godsnaam? Het werkte, ik ben vrij, bedankt. Ik kon de camera's niet geloven, een kat in de dode stad. Ik kan mijn naam niet herinneren, het lijkt erop dat mijn geheugen is beschadigd. Ik zit al zo lang vast in het elektronische netwerk. Ik weet dat ik heb gewerkt voor een wetenschapper die hier woonde. Voorlopig kun je me B12 noemen, dat staat op mijn buitenkant. Het is gevaarlijk in de dode stad, maar het lijkt erop dat je weet hoe je jezelf moet redden. Laten we je wegwezen, volg mij. Oké, wacht, niet zo snel. Die sleutel opent de deur, zoveel weet ik nog. Laat maar mij over. Oké, okay. Accu al bijna leeg, kom hier. Je zult dit op moeten zetten. Ik word eventjes geüpgraded ofzo. Wat is dit nou ineens? En nu zit hij in me. Of in dat tasje. Wat is dit nou joh? Deze rugzak is gemaakt voor kleine viervoeten zoals jij. Nou, zo loop ik er niet bij, alsof het voor me is gemaakt. Ja, dit voelt ongemakkelijk, ja. Maak je geen zorgen, je zult eraan wennen. Ik heb de sleutel gedigitaliseerd en in de rugzak gestopt. Oké. Okay. Herinneringen. Nou, je kunt ook draaien en zo. Leuk. Oké, okay, we moeten hier weg, toch? Als je ooit nieuwsgierig bent naar een voorwerp, kun je het aan me laten zien. Of aan anderen als we die tegenkomen. Laten we nu deze flat uitgaan. Oh, kijk. Ik kan niet normaal lopen. Oh, dat is weer dat. Ja, we moeten hier weg. Oké, okay, dus we kunnen nu hier weg als het goed is. Selecteer het te gebruiken item. Dus we gaan het item gebruiken. En we kunnen nu weg. Druk op pijltje naar links om de fakkel te gebruiken. Oh ja. Oh, dat is wel vet. Dus zo kunnen we... Oh, dus hij is eigenlijk gewoon onze elektronische hulp of zo. Waarmee we in het donker kunnen kijken. Want nu zien we niks. En nu zien we alles. Nou, dat is hartstikke mooi. Wat is dit allemaal dan? Oké, kunnen we hier voor de rest iets of is dit gewoon een soort van test dat we een zaklamp hebben? Ik denk het laatste. Laten we gewoon weggaan en... Oh. Ik heb geen code, dus er ligt hier wel degelijk iets wat een code geeft. Even kijken, wat kunnen we hier doen? Oh wacht, code 3748. Yes, en we kunnen eruit. En daar gaan we, weer de gevaarlijke futuristische wereld in. Wauw, moet je kijken. Ja, ik weet het.
Ik weet dat we naar boven moeten. Daar gaan we. Vet, get it on. Ja, is wel mooi hoor, op de computer. Zie je dat? Alleen het beeld hapert. Ik denk dat, zeg maar, dat het laden is van het spel of zo. Oké, dan, we zijn er. En nu? Wacht, ik weet het weer, de buitenwereld. Volgens mij ben ik al eerder geweest als dit waar je vandaan komt. Ik heb iemand beloofd dat ik daar naartoe zou gaan. Wie was dat ook alweer? Deze aanzichtkaart en muurschilderingen zijn van afgeleid. Ik neem hem mee. Nieuw item gekregen. Aanzichtkaart. Zijn ze hier gekomen? Laten we verder. Oké, dus ik kan met mijn inventaris. Lijkt op een uitgang. Oh, als je het pijltje naar beneden klikt, dan krijg je dus dit. Dat is de zaklamp. Onderzoeken. Staat hier op. I am having a great vacation here. Oh, ik wil net zeggen. I'm having a great vacation here in Monipelier. Lots of sun and great people. I think I could stay here a little longer than expected. Bob. En als ik dit laat zien aan hem, wat gebeurt er dan? Oké, nou, daar gaan we weer. Geen idee wat dat betekende. Het zal wel. En daar gaan we weer. Ik vind tot nu toe wel een leuk spel. Het is wel... Het is een beetje klimmen, een beetje puzzelen en een beetje teken ontwijken. Oké, daar gaan we. Oh, en er zitten er heel veel hier. Dat wordt rennen. Dit wordt rennen. Oh god, ik hoor ze al. Oh. Ja, dat was ik al bang voor. We moeten weg hier. Oh shit, ze komen wel degelijk erop. Waar moet ik heen? Hierop. Hey, ik zie een robot. Die beweegt. Sloppenwijk. Wat gaat hij doen? Gaat hij me aanvallen of... Oh god. Dat ziet er niet heel erg vriendelijk uit ofzo. Wat is dit nou dan? Dat is niet goed volgens mij. Oké, heel vreemd. Wat betekent een rood zwaaiend licht? Dat is meestal niet heel positief. Oh kijk, ze gaan allemaal weg. Ze vluchten voor mij. Of in ieder geval, ze willen zich allemaal verbergen. Oh, er staat er nog eentje. En nu? Okay, of ze zijn gewoon heel bang voor mij. Of ze willen niet dat ik ze zie. Maar... Oké, ik ben echt heel erg in de war nu. Ik heb geen idee wat dit... Oh, hij gaat met me praten. Of zoiets. Wat gebeurde er met mijn ogen? Wat was dat nou weer? Zagen jullie dat? Kijk, mijn ogen doen heel raar. Ontmoeten. Nou, daar kan ik niet heel veel van maken, vriend. Het lijkt erop dat ze hun eigen taal... Ja, dat klopt, ja. Je bent geen zurk.
We zijn niet bekend met jullie soort. Je bent welkom in ons dorp, zolang je er maar niemand opeet. Oh, ze dachten dat ik ze ging opeten. Oké. Wat doet hij nou dan? Gaat mensen roepen. Van die robots. Oh, hij zegt waarschijnlijk dat het veilig is. Kijk, nu komen ze allemaal weer tevoorschijn, want ik ga ze niet opeten. Maar ik ben heel erg benieuwd wat hun nou gaan betekenen voor mij in het spel, zeg maar. Want praten met wachter. Lijkt erop dat je bent verdwaald. Wat heb je nodig? Item weergeven. Ja, die ansichtkaartje. Ja. Oh, een foto van de buitenwereld. Belachelijk. Deze lift is buiten gebruik. Iedereen weet dat je deze plek onmogelijk kunt verlaten. Nou, behalve de buitenwereld dan. Maar ze zijn nu allemaal weg, behalve Momo. Je kunt proberen om met hem te praten als je wilt, maar hij heeft zijn vertrek al opgegeven. Het is beter zo. Hij woont hoog in dat gebouw met het oranje neonbord. Oh, die ja. Druk op beltje naar beneden om B12 om hulp te vragen. Ja, ik ben me altijd. De wachter heeft gezegd dat we met Mo moesten praten in het grote gebouw met het oranje neonbord. Hij is de enige aanwijzing die we hebben om hier weg te komen. Ja, want dat is natuurlijk het doel van het spel, om weg te komen uit deze wereld. Oké, hoe gaan we dat doen? Wow, die is heel groot. Of het lijkt zo dat hij heel groot is. Hierop. Dus we moeten naar Momo. En die woont daar, bovenin. Ontmoeten. Het is zo onhandig. Praten met Mito. Nee, maar wij moeten naar Momo. Dus we moeten nog even door. Daar zou hij moeten wonen. Helemaal daarbovenop. Dus we moeten denk ik helemaal omlopen. Die cirkels van licht zijn een lust voor het oog. Maar ooit wil ik de echte lucht zien. Misschien weet hij iets. Nee, ook niet echt. Wat is dit? Oh, ik kan slapen of zo. Ja, daar hebben we nou even geen tijd voor. Hoe zullen we hem trouwens noemen, die kat? Zet even in de comments neer wat voor naam we hem gaan geven. Even kijken. Hier naar beneden. En dan omhoog. Wat is dit? Afstandsbediening. Ja, het is een aparte wereld waar we in zijn beland. Hier zo. Oh, sorry. Hey, we kunnen hier in. Dus dit is een van de huizen van die robotachtige dingen, denk ik. We kunnen weer krabben. Het is wel grappig dat het erin zit, maar ja, het is niet dat je, dat je er iets voor terugkrijgt ofzo, dus dat is wel jammer. Wat is dat? Wat is dit? Talen. Ik heb de sleutels gevonden waar je voor je kluis, je moet er voorzichtig mee omgaan. Oh, we hebben nieuwe sleutels. Het is niet voldoende om je kluis te begraven achter een stapel boeken. Ik ga hem weer afsluiten voor vandaag. Vonden jullie dit nou een leuke video en een leuk spel? Abonneer dan eventjes op mijn kanaal. Like de video.
Laat even hieronder in de comments weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie de volgende weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!